Hey, goedemorgen. Oké, ik werd dus echt wakker door de bel. Kom binnen. Welkom. Sowieso rabarber. Ik zit volgens mij al sinds... Ik zit al sinds groep 8 op rabarber. Ik doe de fysici-opleiding. 1 dag in de week. Dat is echt superleuk. En ik ben echt altijd aan het opmaken. En proberen mensen op te maken wat ze heel erg niet willen. En ik heb altijd zangles gehad. We zijn nu de scène aan het oefenen waarin Peter en Benny elkaar voor het eerst ontmoeten. En daar komt Tinkerbell ook nog voor. Nou, het is allemaal een beetje spannend wat ze nou precies gaan doen en of Benny meegaat naar Nimmerland. Peter Pan regisseren, dat is nogal een groot project. Je werkt eigenlijk als regisseur met een hele grote groep mensen. Want naast de spelers die je hebt, ben je natuurlijk al met een groep makers aan het werk. He, iemand die het script schrijft, iemand die voor de vormgeving zorgt, zowel de kostuums als het decor. En dan heb je ook nog de mensen die de muziek maken, de mensen die de dansen maken en het aanleren. En in al die repetities proberen we steeds dichter bij het personage te komen. Zien hoe ik haak in de pan probeer te hakken? Beleef het deze kerstvakantie. Een magische en zeer luchtige avonturenvoorstelling voor iedereen met een jong hart.